Ik ben Erik van der Ende, ik werk bij Alliander. Ik ben directeur Nieuw Business. We gaan van fossiele brandstoffen af. Dat betekent dat er een deel van onze business op termijn komt te vervallen. Daar moeten alternatieven voor komen, want wij vinden het dat onze taak, onze maatschappelijke rol is om de huizen te verwarmen en het licht te doen branden bij mensen thuis. Je wilt eigenlijk een gezonde mix hebben dat je zegt ik heb een aantal start-ups, ik heb een aantal volwassen bedrijven. De volwassen bedrijven die moeten uiteindelijk ook financieel supporten, de start-ups. Op het algemeen is het zo dat je toch je gaat door een ontwikkelfase heen die geld kost voordat een start-up succesvol is. Komt ook nog bij dat niet iedere start-up succesvol is. We kennen natuurlijk allemaal de theorie, het duurt al een jaar of 7 voor je überhaupt winstgevend bent met een onderneming. Daarnaast heb je er nog mee te maken dat maar 1 of 2 van de 10 succesvol wordt. Dus alleen investeren in start-ups zou een groot risico inhouden. Dus parallel daaraan kijken we ook naar wat meer volwassen bedrijven die al wat verder zijn in haar ontwikkeling. Dan kan het zijn, zoals gezegd, dat je ze acquireert. Anderzijds, participeren kan ook een goede manier zijn. We hoeven niet alles zelfstandig te doen. Zeker in de wereld waarin we nu zijn, waarin het zo snel gaat qua ontwikkeling, is het van belang dat je vooral ook met anderen samenwerkt om kennis en kunde te maximaliseren, zodat je ook de kans van succes kunt vergroten. Zorg in ieder geval voor dat je de bedrijven op afstand zet. Voor je het weet is er een grote organisatie die heel veel vragen heeft over rapportages, waar sta je met het bedrijf, die gaat zich ermee bemoeien. En dat moet je vooral niet doen. Je moet vooral het team de ruimte laten. Uiteraard moet je wel met hun sparren, maar dan moet je ook op een professionele manier doen. Maar het is vooral op afstand houden en niet integreren in de bestaande business.